Welkom bij de Learn Podcast. Mijn naam is Valentina David en samen met René Kneiber maak ik deze podcast waarin we praktische tips en tools bespreken over onderwijs. Vorige keer stonden we stil bij het onderwerp kwaliteitsbesef bijbrengen. Vandaag gaan we het hebben over het boek Doorloopjes. Ja, maar voordat we dat gaan doen, laten we nog even terugkomen op de vorige keer van het. Toen heb jij een bekentenis gedaan in de podcast, wat Heel Veel reacties heeft opgeleverd onder onze luisteraars. Want jij zei dat je eigenlijk niet meer zo gelooft in het gebruik van leerdoelen. Je wil en. gewoon heel graag erin wrijven dat jij nu 1-0 voor staat, hè? Dat is het. Dat is deels de reden <laughs> dat ik hier weer over begin. <lacht> <lacht> ja, nee, ik heb natuurlijk inderdaad. Uh, ben tot een inzicht gekomen. Blijkbaar heeft dat heel veel losgemaakt. Blijkbaar is het toch. Een gevoelig onderwerp. Maar um, ja, het is niet de bedoeling dat mensen denken dat ik anti-leerdoelen ben, want dat ben ik niet. Ik vind leerdoelen nog steeds heel bruikbaar. Um, maar ik heb wel mijn twijfels over hoe bruikbaar ze altijd zijn voor leerlingen. En of je dat niet op andere manieren ook beter kan duidelijk maken wat je eigenlijk verwacht of waar je naartoe werkt. Dus zodoende kwam mijn bekentenis tot stand. Maar goed, ik had ook niet kunnen inschatten dat dat uh, zoveel los zou maken. En. Um, ja, ik denk eigenlijk zelf nog steeds dat leerdoelen heel bruikbaar zijn, maar eigenlijk toch meer voor de docent dan voor de leerlingen. Dat ze heel goed zijn bij je ontwerp. Nou, daar gaan we het straks ook over hebben, over ontwerpen en hoe je dat nou goed kan aanpakken. Zeg uh, maar, voordat we eigenlijk verder gaan, René, volgens mij, uh, wat heb je nou eigenlijk gedaan de laatste tijd? Heb je nog überhaupt een leven gehad of waar ben je mee bezig geweest? Nee, ja, ik ben heel veel te druk bezig geweest, natuurlijk. Ja, nee, ik, werd, ik heb het boek doorlopisch afgerond. Hè. Dat is het thema van deze podcast. En ik heb dat boek vertaald. Uh, ik heb ongeveer een jaar geleden. Uh, kwam ik op Research Ed erachter dat dit boek uh, zou uitkomen. Want ik sprak toen met een van de auteurs, Oliver. En ik zei meteen: uh, Van ja ik, uh, ik, ik wilde, ja, ik ben heel geïnteresseerd. Want, want het zijn namelijk twee auteurs. Hè. Dat is, uh, Tom Sherrington, dat is een. Een bekende ja, onderwijsexpert in Engeland. Die uh, heeft, heeft een mooie blog, teacherhead.com. Die schrijft, heeft een aantal hele leuke boeken geschreven. Ja, dat, ik vind het meeste van wat hij doet, vind ik echt fantastisch. Omdat het echt gaat over: ja, wat is nou evidence, maar hoe zet je het om in de praktijk? Ja, dat dat zijn gewoon, is een heel speciaal soort uh, kunde natuurlijk. En, en Oliver is een, uh, ja, een, eigenlijk een, een, ja, zowel een onderwijsman, want hij heeft tien jaar in het uh, speciaal onderwijs gewerkt. Is daar directeur ook geweest. En daar is hij zich eigenlijk gaan specialiseren in, in hoe zorg je nou dat uh, leerlingen door plaatjes beter gaan begrijpen wat ze moeten doen. En hij is op een gegeven moment een vertaalslag gaan maken. Hoe kan ik illustraties gebruiken om leraren te helpen met wat ze moeten doen? Ook daar heeft hij een paar mooie boeken over geschreven. Zoals het boek uh, Dual Coding bijvoorbeeld. En dat komt in Nederland uh, bij uitgeverij Basalt uh, uit, heb ik begrepen. En. Uh, ja, ik heb zelf dan het boek uh, Doorloopjes opgepakt. Want dat is een samenwerking tussen Tom Sherrington en Oliver Caviglioli. En die heeft, uh, ja, dat is eigenlijk een, ja, een prachtig boek... waarin ze evidence-informed onderwijs vertalen naar hele heldere vijf-stappenplannen. Maar dan visueel geïllustreerd. Ontzettend populair in Engeland. Maar dat wist ik toen nog niet natuurlijk, toen ik daar in januari met ze over aan het praten was. Ik was gewoon heel enthousiast over de combinatie van auteurs en het idee... En ik dacht dat moet gewoon goed zijn en natuurlijk werp ik er dan wel een blik in, maar uh, ik ga eerlijk bekennen en dat doe ik eigenlijk standaard bij boeken die ik vertaal, want ik heb wel meer boeken vertaald, is dat ik het eigenlijk niet lees. Beetje jammer ik... dit. Besluit het te vertalen. Ja, dat is eigenlijk heel. Zou je zeggen dat dat een onverstandige levenshouding is? <laughs> nou ja, ik zou, ik zou dat zeker niet willen ontkrachten, Heden, dat het een onverstandige levenshouding is. Ik ben wel benieuwd wat je dat dan brengt <laughs> om daar zo blind in te stappen zonder dat het boek van. Wat nou als het een heel slecht boek was geweest? Ja, ja, nou ja, ik, ik, ja, ik weet het niet. Dus, ik vertrouw misschien meer op mijn intuïtie. Maar dat zou je misschien ook onverstandig uh, vinden. Ik heb hier geen uitbraak over. Nee, dus ik heb nou een aantal boeken vertaald. Hè. Dus ik, uh, en, uh, en echt vertaald. Dus ik heb dan bijvoorbeeld meegewerkt aan de vertaling van Cijferschreven werkt niet. En daar heb ik gewoon wat kleine redactionele dingen gedaan. Maar niet de vertaling zelf. Het eerste boek dat ik echt heb vertaald is het boek van Gert Bista, Daar heb ik het eerder wel een keer in de podcast over gehad. Het prachtige Risico van Onderwijs. En dat boek, uh, ja, uh, ik, kijk, met het, in het boek Het Alternatief, wat ik gemaakt heb met Jelmer Evers, daar kwam Gert Pista ja, voor het eerst in Nederland naar voren. En het is een Nederlander, maar die woonde in Engeland. Niemand kende hem hier eigenlijk. En toen hebben wij een interview met hem gedaan, waarvan ik toen al dacht, als dat, boek, ja, als dat boek uitkomt en mensen lezen dat interview, dan gaat iedereen zich afvragen, wie is die Gert Pista? Dus ik zag eigenlijk al aankomen dat het wordt een succes En ik had toen tegen Boom, uitgeverij Boom gezegd, die toen een alternatief heeft uitgebracht: van ja, waarom hebben jullie wel wat van Gert Biesta? En er komen allemaal nieuwe boeken aan, doen jullie daar wat mee? Nou, we zullen het in de gaten hebben. Ik zeg ja, let nou op, want het wordt misschien wat. Hè? Dus, uh, en, uh, nou ja, de, en, en daar hebben ze eigenlijk nooit wat mee gedaan. Dus op een gegeven moment hoorde ik dat het The Beautiful Risk of Education, uh, het prachtige risico van onderwijs later. Uh, dat dat een prijs had gewonnen in Amerika. Toen heb ik Gert gemaild en gevraagd: ja, Is er iemand die dat al uitgeeft? Uh, dus is er iemand die er al wat mee doet? En, uh, en ik had nog wel een uitgeverij, maar dan alleen voor mijn eigen boek, omdat niemand dat wil uitgeven. Natuurlijk. <laughs> dus toen, <laughs> dus toen heb, ik, uh, <laughs> heb ik Gert gemaild en gezegd: Van ja, ik zou het toch wel. Hè, ik denk dat het heel belangrijk is dat dat boek dat, dat naar Nederland komt. Hè. Met Jouw gedachtegoed is gewoon heel sterk. En ik heb ja, een prijs gewonnen, dus ja, stuur we maar eens toe. Toen heb ik het eigenlijk niet helemaal gelezen, maar gewoon ook een niet. stuk? Nee, en toen, en toen dacht ik: Ja, dit is ja, dit is gewoon zo goed. Ik ga het, uh, het, dit spreekt mij zo aan. Het is precies wat mensen willen, ja, lezen, denk ik ook, en willen weten van uh, van Gert. Dus, uh, dus, daar heb ik dat opgepakt en ik ben toen de onderhandeling aangegaan met die uitgever. Nou, die uitgevers uh, die die rechten gekregen voor het Nederlands taalgebied. En uh, ja, maar toen ben ik ook gaan kijken of ja, is er misschien iemand die dat kan vertalen? Nee. Maar dat was allemaal heel veel te duur. Ja, want ja, het is 60.000 woorden. Ik was een beetje aan het rondkijken. Maar ja, het werd me gewoon te duur om dat door iemand anders te laten vertalen. Dus ik dacht, nou, weet je wat? Ik, ik ga het zelf doen. En uh, ja, en... Kijk, dus... Ik heb altijd gezegd dat dat is wat, zeg maar, niet in de hele verstandige zet, <laughs> Omdat... Waar ik me misschien een beetje in vergist heb, is dat als je pedagogen of uh, uh, filosofen hebt, en het is natuurlijk zowel een pedagogisch boek als een filosofisch boek van, uh, van Gert Biestaan, is dat hoe je formuleert, dat luistert heel erg nauw. Hè, tot ja. aan het woordniveau toe. Dus je moet echt heel, echt heel goed weten wat je aan het doen bent. En dat, dat wist ik dus niet. En. Zeg maar met de hulp van Gert Biesta, want die heeft mij echt heel goed geholpen. Uh, ja, en, en de boeken zeg maar waar hij uit citeert en de vertalingen daarvan. Ja, heb ik in dat proces heel veel geleerd over goed formuleren. En ik heb heel veel aan filosofische termen en pedagogische termen heb ik allemaal opgepikt tijdens dat proces. Dus het was voor mij echt een heel leerzaam proces waardoor ik ook echt veel beter ben gaan schrijven... Maar als ik van tevoren had geweten waar ik aan begonnen was, <laughs> had ik het niet Hoeveel gedaan. werk het was. Ja, ja. <laughs> Om heel eerlijk te zijn, ja. ja. En, uh, en ik ben heel blij met het resultaat, want het is echt een heel mooi boek. Ik zou niet zo snel weer nog wat veranderen aan de vertaling. Hè. Dus in alle slagen die we erop gemaakt hebben, denk ik dat het echt, echt goed gelukt is. En dat zie je natuurlijk ook wel aan, aan hoe populair het boek uh, nog steeds is. Het ja. dus, uh, loopt, loopt nog steeds goed, dat boek. Uh, maar anders had ik het niet gedaan. En eigenlijk heb ik... Ja, en dan denk ik... Dus daarna denk ik dan van... Ja, volgende keer moet ik dat anders aanpakken. Maar dan doe je het nog een keer. Ja, dan doe ik het eigenlijk weer verkeerd. Dus het boek van Craig Barton heb ik vertaald. Eigenlijk zelf heb ik één bladzijde gelezen. En toen heb ik een contract getekend. Omdat ik dacht... Dit is het boek wat ik altijd al had willen schrijven. Dus, en? <laughs> Ze herhaalt dat je nog een keer een onderwijskundig Engelstalig boek gaat vertalen. En je hebt herhaald dat je het eigenlijk ja. nog niet goed van tevoren had gelezen. Ja, precies. Ja. Ja. En, Wat en, zegt het over jouw lerende leerproces? Nou, ja, ik heb nee. geen lerend vermogen. Dus oh, nee. Okay, dus, nee ja. Maar dat boek van Craig Barton was wel iets makkelijker. In de zin dat het geen filosofie en geen pedagogische termen. Het was gewoon ja eigenlijk een wiskundeleraar. Die schrijft voor wiskundeleraar in Engeland. En dat moet je dan hertalen naar Nederland. Dus dat was voor mij een stuk makkelijker. Want ik kan beide dingen wel volgen. Ja. Heel, dus dat, dat was voor mij wel goed te doen. Maar uh, ja, waar ik me daarin vergist dat was dat dat boek is 160.000 woorden. Ja, en dat je op een gegeven moment zelfmoord wil plegen. Uit <laughs> Ja, En het is echt een heel leuk boek, hè? Dus ik, ook weer, je leert een boek echt, en een schrijver leer je echt goed begrijpen als je het vertaalt. Hè? Dus je, je, je gaat ook echt wel daar in die, die zin een verbinding aan. Maar ja, het is, wel, is ook wel weer dat ik achteraf dacht: ja, waarom ja, ben waar ik hier aan begonnen? Ja. Maar nu ook weer: het is een, een enorm populair boek, zeker onder wiskundedocenten, maar het is ook voor andere docenten die met getallen werken. En in het basisonderwijs is het echt een heel goed boek. Maar ik denk dat uh, ja, heel veel wiskundeleraren dit al hebben of hebben gelezen. Dus dat, dat betreft ik ook heel blij wel weer met de impact. Ja, en met doorloopjes is het zo dat dat ook weer... Ja, dat had weer een andere uitdaging. In de zin dat het echt niet zoveel tekst was als uh, het boek van Craig Barton bijvoorbeeld. Of zo ingewikkeld als het boek van Geert Bista. Maar uh, ja, hier uh, wat je het probleem bij doorloopjes was... dat de formatting ligt al vast. Hè. Het moet in het, de, de visuele structuur passen. En dat je in Nederland gewoon meer woorden nodig hebt om iets te zeggen dan in Engeland. Dus je kan het wel vertalen. Dat is allemaal prima om te doen. En uh, dat lukt ook wel. Maar daarna moet het weer terugpassen in de hokjes. Uh, ja, en dat is, was wel een. Uh, Ik, het klinkt een, een als een worstel. uitdaging. Ja. ja. Maar ook met dit boek ben ik weer heel blij. Dat is gewoon mijn geluk dat, dat heel veel mensen ook weer hier enthousiast over zijn. De belangstelling is echt enorm voor dit, dit boek. Ja, ja en, en dat ja, spreekt natuurlijk heel erg aan de combinatie van inhoud en, en de visuele ja, stijl. Wou ik net dat zeggen, kunt, woord en beeld. Kunnen we helaas niet zien, laten zien op deze podcast, natuurlijk. Nee, nee. nee, nee. Maar het is, uh, het is heel ja, bijzonder, bijzonder boek. En uh, ja, blij dat het, ik ben blij dat. Het, Afwees toen ik het eindelijk in mijn handen had, en viel er een, weer een lode last van mijn schouders die weer meteen werd opgevuld. Omdat ik eh, het contract ging tekenen voor deel 2. Oh. Natuurlijk. <laughs> Hoe kan het ook anders? Zonder één zin gelezen te hebben. René, lerend vermogen echt een nul. Ik vind dat het 1-1 staat. Maar voordat we, we gaan zo meteen namelijk even stilstaan bij verschillende doorloopjes. Dus misschien wel goed, René, kan jij ons en de luisteraars uitleggen wat is een beetje de structuur van het boek? Hoe, hoe moet je dit lezen? Moet je dit lezen van begin tot eind en mag je niet uh, zich in de verschillende hoofdstukken? Waarom hebben ze dit boek eigenlijk geschreven? Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, dus wat zij uh, gedaan hebben in dit boek, ze hebben het eigenlijk onderverdeeld in drie stukken. Dus het eerste stuk gaat over het waarom. He, dus wat is nou, hoe is dit boek tot stand gekomen? Wat is het idee erachter? Waar baseren we ons eigenlijk op? Ja, dan vertellen ze wat over dubbel coderen. En over het, het gebruik van visuele illustraties om informatie over te brengen. Uh, wat ze natuurlijk in het boek zelf doen. En daarnaast zeggen ze nou, dit is een beetje het theoretische fundament. De, wat zij gebruiken, is uh, de instructieprincipes van Rosenschein. Ja, dat, uh, dat zijn er meer dan tien, maar zij maken er zelf tien van. En uh, Tom heeft daar eerder ook al een keer een leuk... Uh, Tom Sherrington een leuk boek over geschreven. Uh, hij uh, baseert... Ze baseren zich ook op uh, Daniel Willingham. Hè, dus over uh, waarom, waarom vinden leerlingen school eigenlijk niet leuk? Hè, en, uh, en hoe komt dat? Hè, en wat kun je, wat, hoe zou je dat kunnen oplossen? Je hebt het MARP-model van Shimamura, die ik niet kende. Maar dat schijnt een gratis e book te zijn. En het leuke aan dit MARP-model van uh, Shimamura is dat hij... Ja, heel erg de nadruk ook legt op dat leerlingen zelf dingen moeten produceren. Dus zelf iets moeten uitleggen, zelf iets moeten terughalen... of iets, uh, zelf iets moeten organiseren in een kennisoverzicht of, uh, of, of vertellen. Ja, dus een hele leuke ja, uh, model wat hij heeft. Ja, toen komt uh, Dylan William met zijn formatief handelen komt, uh, komt voorbij in, uh, in de onderbouwing. En daarnaast heb je nog uh, Ron Burger met zijn ethiek van het exceleren... En, ja, daar kennen de mensen van die term kennen de mensen hem niet. Maar misschien hebben jullie het filmpje Austin's Butterfly wel eens gezien, waarin hij laat zien hoe een kleuter een vlinder tekent. En hoe je dat door middel van een goed feedbackproces kunt, uh, kunt verbeteren. Dus dat is een beetje het, uh, het fundament. Dat staat al in het begin van het boek uitgelegd. En dan heb je daarna nog twee andere delen. En de hoofddeel is het wat deel. En daarin staan hele praktische doorloopjes van uh, ja, eigenlijk onderverdeeld in zes thema's. Dus dat gaat dan over gedrag en relaties, over curriculumontwerp, uitleggen en voordoen en uh, over oefenen en terughalen. Uh, je hebt ook nog, uh, ik vergeet uh, er eentje uit mijn hoofd te zeggen, maar dat is dan uh, Vragen. Oh ja, bevragen, ja, bevragen en feedback en uh, modus B lesgeven. En modus B lesgeven, dat klinkt een beetje ja, apart. Ik vroeg ja. me al af, ik zag het ook staan uh, in het boek en dacht ik, wat, waarom heet het modus B? Ja, waar is modus A? Ja, ik snapte ja, er niks van. Nee. nee, dit is iets wat Tom Sherrington in zijn boek The Learning Rainforest heeft uh, geïntroduceerd. En the Learning Rainforest, dat is nog een wens van uh, Per Ivar, waarmee ik het ooit een keer oh, in deze podcast over de Hidden Lives of Learners heb gehad. Die wil het heel graag een keertje hebben over dat boek van Tom Sherrington. Want wat hij zegt is dat een goede school is eigenlijk als een jungle hè, met, heel, met heel veel variatie. Ja, dus een jungle is natuurlijk, bestaat natuurlijk uit heel veel verschillende diersoorten, plantensoorten enzovoort. En, ja, en, en Thomas Jerington schrijft eigenlijk in het boek, ja, je moet een, uh, eigenlijk een, rijk, een rijkdom aan verschillende instructiestrategieën, uh, leerstrategieën, uh, oefeningen, uh, beoordelingsvormen hebben. Uh, om een gezond uh, evenwicht te krijgen in zo'n school. En, ja, wat hij, wat hij doet is, hij vindt het heel erg belangrijk dat mensen evidence-informed werken hè, en, en dingen doen als, uh, zoals die instructieprincipes van Rosenschein, waar hij natuurlijk een boek over heeft gemaakt. Maar hij zegt, daarnaast moet je ook nog allerlei andere dingen doen, hè, zoals uh, bijvoorbeeld debatten en uh, 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 ja, dat je ze meer zelfstandig uh, bepaalde taken laat uitvoeren, uh, open einde opdrachten bijvoorbeeld. En dat noemt hij allemaal modus B lesgeven. En hij zegt, ja, als je een gezond... Klimaat wil hebben in een school, dan zul je ook modus B lesgeven moeten doen. Dus dat is ook een onderdeel van het boek, een van de zes thema's die voorbij komen. En dan is het laatste deel van het boek: is dan, stel, je gaat met je collega's aan de slag, of je wilt deze doorlopjes gebruiken in je lessen. Hoe kun je dat dan aanpakken? Nou, en beste luisteraar, wat wij uh, gedaan hebben voor deze podcast. is we hebben eens even dit boek uh, weer doorgenomen. 60 doorloopjes staan erin. En we hebben er ieder twee uitgezocht die wij het, het leukste vinden. of het meest inspirerende. Of, uh, nou ja. en, uh, dus laten we bij jou beginnen, uh, Valentina. Wat, wat is het eerste doorloopje waar jij het over wil hebben? Nou, ik wil het graag hebben over positief framen. Want uh, ik vond het sowieso. Heel moeilijk om te kiezen, want ze zijn allemaal heel leuk en de moeite waard om te bestuderen. Maar wat ik zo leuk vond aan deze, toen ik uh, uh, het aan doorkijken was om uit te kiezen voor de podcast, was dat ik dacht: ja, dit doe ik eigenlijk helemaal niet goed. <lacht> <lacht> ik betrapte mezelf erop. Want waar het over gaat, is dat je. Er staan hele leuke uh, voorbeeldjes in. Bijvoorbeeld, uh, uh, de leraar zegt tegen Lois in dit geval: Ik wil graag dat je. Op je op je werk concentreert. En dan zegt Loos, maar ik praat helemaal niet. En ik stoorde toch niemand? Natuurlijk ook op die stem. Uh, en dan zegt de leraar, dat is misschien zo, maar toch wil ik graag dat je je op je werk concentreert. En toen dacht ik, ja, dat is wel heel mooi, want ik ga altijd eigenlijk vette discussie aan met leerlingen. Dat vind ik ook mm. net tikkelt dit te lekker om te doen. En uh, <laughs> Guilty pleasure is het. En mijn leerlingen, <laughs> mijn leerlingen, sommigen weten het ook. Ik ga even mevrouw David stangen. En dan, dan duurt het weer extra lang voordat de les begint. Um, mm. Maar ik ben hier misschien niet zo goed in. Ik weet niet, kijk, ik, ben wel, ik hou wel heel erg van een goede relatie creëren met mijn leerlingen. En ik, uh, maak heel veel grapjes en uh, dat soort dingen. Maar er zit hier een bepaalde wijsheid in en een bepaalde handigheid. Um, waarvan ik dacht, ja, daar kan, kan ik nog wel wat van leren. Ja, ja, ja. Dus, hè, dus het leuke aan die doorlopers is, je vindt steeds uh, vijf stappen. Hè, en, uh, ja, en hier, je, je hebt het nu over stap vier, hè, geef het voordeel van de twijfel. Ja. Dus, en dat je eigenlijk er altijd van uitgaat dat, uh, nou ja, de, dat je ze, je benadert ze, zeg maar, alsof ze niet aan het liegen zijn. Ja, precies. <laughs> of uh, ja, je neemt ze heel serieus, maar dan zeg je toch, ja, maar. En dus ik doe dit zelf ook, hè. ik weet niet of ik daar nou in een eerdere aflevering over verteld heb, maar bijvoorbeeld als ik dan een leerling op de gang zet, omdat hij door me heen praat, en ik ben echt niet gek, hè, dus ik weet heus wel dat een leerling door me heen heeft gepraat, en dan zet ik die op de gang en dan kom ik naar die, ga ik naar de gang toe en dan zeg ik, ja luister, weet je waarom je op de gang staat? En dan zegt zo'n leerling bijvoorbeeld, nee, want ik deed helemaal niks. En dan... Kun je natuurlijk net als Valentina dan keihard in discussie gaan. Ja, maar ik over. heb toch gezien ja. wat je zojuist hebt gedaan? Ja. Zeg ik, ik heb toch ogen? We hebben toch allebei door ja. wat jij gedaan hebt? Dan kan je dat ontkennen in mijn gezicht. Maar dat is toch overduidelijk. Zo bedoel je. Ja, precies. Ja. Dat. <laughs> of je kan zeggen. <laughs> of, je, of je kan zeggen. Uh, nou, dat is hartstikke fijn. Want dan wil ik dat je dat de volgende keer weer doet. Oh ja. En zie. Dit vind ik zo tof eraan. Ja, ja, maar dit, dus, dat zijn leuke, ja, ja klopt. Ja, ja. ja, maar misschien wel leuk om even die vijf stappen te benoemen. Is dat een goed idee? Nee, dat kan. Hè. Dus het eerste is uh, dat je dus als je positief framet... dan moet je dus je verwachtingen communiceren. Hè. Dus wat, hoe wil je het eigenlijk hebben? Ja, dus duidelijk zijn ja, over je verwachtingen. Dat hebben we volgens mij in, in de eerste podcast... Uh, had ik het daarover toen, ja. toen jij nog rustig op vakantie was... En, ja. en ik gewoon op was begonnen. Precies, belachelijk, ja. Ja, het ja. 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 Dus was niet zo netjes, maar, mm. ja nee. Ja. Okay. En, en het tweede, is dat je, eh, de, de tweede wat je doet, is dat je eerst positief gedrag bevestigt. En dat is een hele fundamentele in, ja. in dit verhaal. En dus dat je, eh, doordat je altijd eerst het positieve gedrag benoemt, dan eh, komen je correcties daarna ook beter aan. Terwijl als je alleen maar corrigeert en je zegt nooit wat er wel goed gaat, of je benoemt niet wat er wel goed gaat, dan zullen ze heel snel zeggen, ja, maar je ziet alleen maar de negatieve dingen. Ja, precies. Ik heb het idee dat ze dit vaak in het basisonderwijs al wel heel goed doen. Ja. Daar hoor je dat soort, uh, die manier van, van uh, leerlingen benaderen vaak al wel veel. Van, van, oh, wat goed dat ik al zoveel huiswerk heb gekregen. Of wat goed dat jullie al klaar zitten om naar mijn instructie te luisteren. Uh, op die, die insteek. Maar ik denk dat voortgezet onderwijs daar misschien nog wel wat meer uh, slagen in kan maken. Of nog wat meer op kan focussen. Ja, en dan is de derde stap is, uh, frame correctie als positieve bekrachtiging. Dus dat je uh, altijd tegen leerlingen bijvoorbeeld zegt, uh, ik wil nu dat je uh, dit gaat doen, in plaats van dat je zegt, uh, ik wil niet dat je dat doet. Dus dat je altijd zegt welk gedrag je wel wil zien. Ja. Ja. ja, eigenlijk weer praten vanuit die verwachting. Dus je benoemt het gedrag wat je wil zien en je gaat niet zeggen, ik wil dat gedrag niet zien. Ja. ja, en ook weer, kijk, dat is gewoon het verhaal van, denk niet aan een roze olifant. Of wat nu was er op Twitter, iemand die zei, ja, je moet dit stuk echt niet lezen. Want ja. en ik, ik, heb je, ik, ik had je gewaarschuwd. <laughs> zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb. Ja, dan ga je toch lezen. Ja, zo, ja. Ben, je, zo ben je dan. Ja. Ja. En, dus, en dat is natuurlijk met in een, in een klas ook. Hè? Dus je, zodra je gaat zeggen, niet dat doen, dan, dan vul je in een hoofd met het idee om dat wel te doen. Terwijl als je gewoon zegt, ik wil graag dat je... Daar, eh, dat je aan het werk gaat. Ik wil dat je aan die opdracht ja, van ik, verder gaat werken. Ik wil dat je op tijd bent. Ik ja. wil dat je meedoet. Ja. 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 En dat werkt wel. Kijk, je hebt natuurlijk een discussie over regels. Hè, over uh, uh, ja, hoe moet je dat nou formuleren? Mag je nou wel of niet? Uh, mo moet, je, mo moet je wel of niet, niet gebruiken? Ja. <laughs> in, in een regel. Maar dat maakt niet zoveel uit. Maar gewoon als je tegen iemand praat, hè, dan is het wel goed om altijd in. In een soort ja, bekrachtigende zin te praten: van ik wil graag dat je dat doet. En het, uh, nou ja, dat, is, dat is, kan soms moeilijk zijn om je daaraan te onttrekken als je dat. Uh, ja, dat ik ja, ook heel leuk vind. En uh, dat komt ook in jouw boek Orde houden terug, of in de cursus Orde houden, die jij ook geeft uh, iedere zomer. Uh, doe alsof het een misverstand is. <laughs> die vind ik zo grappig. Die heb je volgens mij ook over gesproken... in een van de eerste twee podcasts. Of in ieder geval heb ik het meegekregen... toen ik bij jou te gast was... Uh, bij de zomerdagen daarvoor... die je dan organiseert. Dat je inderdaad zegt van... oh, sorry. Sorry dat ik misschien niet duidelijk ben geweest... Uh, eh, omdat leerlingen dan ander gedrag vertonen. Sorry dat ze, Ik ben denk ik niet duidelijk geweest... want, want jullie praten door mij heen. Dus... Misschien zal ik nog een keer uitleggen wat de bedoeling is. En ik heb het gedaan. En het effect was zo grappig. En natuurlijk, ja, als je dat iedere keer op die manier oplost, dan, dan, dan kijken ze daar echt wel doorheen. Maar zeker de eerste paar keren dat je dat doet, heeft het zo'n grappig effect. En ik vond het vooral ook een hele leuke afwisseling. Uh, een positieve afwisseling van, ja, anders dan maar weer aandacht eisen op een beetje zo'n norse manier. Van, nou jongens, jullie praten nu alweer door me heen. Ik heb nou al drie keer gezegd, enzovoort. Dus dat, dat vind ik een hele leuke. Nee, welke welk doorloopje heb jij uitgekozen om te behandelen in de podcast vandaag? Nou, wat ik heel leuk vind aan, uh, aan het boek is dat er heel veel aandacht is voor taalonderwijs. En voor, uh, dus voor lezen en voor schrijven. Want uh, ja, wat we natuurlijk in Nederland ook hebben, is dat, uh, ja, dat taal, de geletterdheid van leerlingen enorm achteruit gaat. Dat zien we in alle onderzoeken. Dat zie je bijvoorbeeld ook ja, deze week, inspectieonderzoek naar de schrijfvaardigheid, waarin blijkt dat het uh, ja, steeds, eigenlijk steeds slechter gaat met het schrijven van, uh, van leerlingen. Ja, dat vraagt natuurlijk wel aandacht. En wat uh, het leuke aan het boek is, dat ze er het eigenlijk behandelen als een verantwoordelijkheid van alle leraren. Ja, dus uh, eigenlijk zou je in elke les, ja in elke les moet je natuurlijk al lezen, hè, maar hoe kun je dan ja, een bijdrage leveren aan die leesvaardigheid van alle leerlingen? He, ook bij een vak wat misschien niet in Nederlands is he, of niet taalonderwijs is, in het primair onderwijs. En een van de ja, dingen die dan in modus B voorbij komt, die ik heel interessant vind, is, uh, is het onderwerp uh, spreekvaardigheid eerst praten dan opschrijven. Waarbij je leerlingen eigenlijk helpt om uh, ja, door middel van met elkaar te praten, uh, hun teksten, hè, betere teksten te schrijven. Dus laten ze eerst maar eens overleggen hè, voordat ze eh, woorden op papier gaan zetten. Dat vond ik zelf een heel mooi uh, 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 ja, doorloopje, zeg maar. Hè, ook vanwege het belang. Omdat uh, ja, dit is gewoon een belangrijk onderwerp waar, waar veel leraren mee aan de slag uh, zouden moeten. Uh, ik kan me voorstellen dat jij bijvoorbeeld bij geschiedenis ook. Uh, ja, misschien wil dat, dat leerlingen beter schrijven. Of, uh... Ja, absoluut. Ik had ook toen ik uh, door het boek aan het, het kijken was en lezen was, viel me dat ook al op. Die doorloopjes over, over lezen en schrijven. Toen dacht ik al, oh, die moet ik even echt goed bestuderen. Omdat, ja, wat jij net zegt, er is natuurlijk aandacht voor, maar er is ook heel veel behoefte aan. Ik heb daar zelf ook heel veel behoefte aan. Ik besteed heel veel aandacht altijd aan hoe je goed uh, open vragen kan beantwoorden. Daar heb ik al vaker over verteld. Ja, en daar ben je ook ontzettend bezig met schrijfvaardigheid en formulering. En soms kan ja, net een paar andere woorden ook al zeggen leerlingen hetzelfde. Ik heb het deze week nog weer herhaald in, in de lessen. Van ja, je moet net even die woorden gebruiken, want dan staat het er vollediger. En dan merk ik dat ik soms zo aan het zoeken ben ter plekke in zo'n les: van hoe kan ik leerlingen nou dit goed bijbrengen? hoe ze meer uh, ja, vaardigheden en, en inzichten kunnen ontwikkelen in, in dat schrijven en, en formuleren en, en beargumenteren dat ja ik vind het heel tof dat daar uh, deze voor zijn ik ga ze zeker heel goed bestuderen want ik heb absoluut die behoefte ja en die uh, in de doorloop je hebt dan vijf stappen ook weer, want ze hebben allemaal vijf stappen, dat is, is geen verrassing. Maar het eerste stap is dan dat je voorbeelden laat zien. Ook het onderwerp waar we het vorige keer in de podcast over hadden. Breng ze kwaliteitsbesef bij door ze voorbeelden te laten zien en dan aan de hand daarvan criteria opstellen. Dat, dat is dan de eerste stap voordat je met leerlingen aan de slag gaat. In de tweede stap laat je ze samen overleggen uh, over wat ze precies gaan schrijven. Dus dat doen ze dan in duo's. En het leuke ook hier is weer dat, dat dan in zo'n stukje tekst wordt weer verwezen, bijvoorbeeld, naar een ander doorloopje, waar wat dan uitgebreider ingaat. Dus op, op een bepaald specifiek stukje ervan. En dus hier zou het heel goed zijn als leerlingen elkaar uitgebreid ondervragen. En uh, nou ja, daar staat dan ook een verwijzing naar: dat je daar dus uh, verder kunt kijken als je daar meer, meer over wilt, wilt weten. En dan is de, de derde stap. Is, uh, Gebruik gepaste ondersteuning om de inhoud van het gesprek te koppelen aan het schrijfwerk. Dus, dus hoe kunnen ze nou eh, eh, bijvoorbeeld dat, dat als ze een analytisch opstel moeten maken, dat ze dan dus samen moeten nadenken over wat is nou de, de centrale stelling van die essay? Wat zijn nou de argumenten? Wat is de conclusie? En, en dat je dus dat van tevoren aanbiedt, ook om het gesprek een beetje te sturen. Van Denk over deze dingen na. Ja, maar dat je ze ook helpt om dan de stap te maken, van, dus daarmee van het gesprek naar het schrijfwerk straks. Ja, heel waardevol, heel leuk. En dan is het vierde, is vraag leerlingen om een plan te maken. Ja, dus maak een plan voordat je gaat schrijven, eh, ook weer. En dan eh, het vijfde is, geef ze dan ook echt de tijd om iets te schrijven volgens het opgestelde plan. Ja, dus als je dat nou zo hoort, hè, dus, nou, nou hebben we het erover. Hè, ben jij dan als leraar stel dat je dit wil gaan doen. Ben je er hier dan mee geholpen door het op deze door zo'n stappenplan als dit te volgen? Ja, absoluut. Want je kan je eigen vakken als het ware bijbedenken als, als context. En een, een klas voor ogen nemen of een uh, project of een momentenles, een lessenserie waarvan je denkt: ja, daarvoor, daar past het heel goed bij, of een opdracht. En dan kan je gewoon. Uh, nadenken over ieder zo'n stap. En ik vind het ook mooi, je hoeft natuurlijk niet per se alle stappen te doen. Je kan je ook eerst focussen op een paar van die stappen van zo'n doorloop. Je denkt, je denkt nou, ik ga eerst met die en die aan de slag. En uh, kijk hoe ver me dat brengt en dan verder. Maar ik vind het heel fijn, zeker ook met die plaatjes erbij. Dat, dat helpt je heel erg om, um, ja, om dat te begrijpen en aan de slag te gaan. Ja, en is er iets wat je normaal gesproken niet zou doen, maar als je dit er echt bijpakt, wel zou doen met je leerlingen? Ik, zou, ik had dat nog nooit gedaan. Om dat eerst uh, in duo's bijvoorbeeld, uh, aan de hand van uitgebreid ondervragen, waarom en hoe vragen te verbinden, om leerlingen daar eerst mee aan de slag te laten gaan, uh, voordat ze een bepaald product in, in schrijfvorm moesten gaan uh, opleveren, of daarmee aan de slag zouden gaan, nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Of ook dat onderdeel van die gepaste ondersteuning. Um, ook weer waarbij je dan die dingen aan elkaar koppelt. Dat gesprek, gesprek gebruiken als gepaste ondersteuning bij dat schrijven. Nee, ja, ik heb, werk natuurlijk wel met leerdoelen en succescriteria. Dat heb ik wel gedaan. En dan met voorbeelden in meer of mindere mate. Dat doe ik nu steeds meer sinds ik dat begrijp. Maar voorheen deed ik dat weinig. Maar nee, dus dit brengt me absoluut tot nieuws en nieuwe ideeën. Ik heb um, nog een andere uitgekozen en die heet Zorg voor coherentie. En ja, ik heb blijkbaar dingen uitgekozen die ik nog niet zo goed kan of zo, die ik, maar die ik dan toch wel heel erg leuk vind om te bestuderen. Want hij gaat over uh, je curriculum en je ontwerp. Dingen die ik super interessant vind en waar ik onwijs veel ook over heb geleerd uh, de laatste jaar, zou ik wel kunnen zeggen. En um, steeds meer handvatten en tools voor vind hoe ik dat moet aanpakken. Maar ja, toen ik dit doorloopje zag, dacht ik, ja, hier moeten we het over hebben. Omdat ik weet dat mijn, mijn struggle niet. Ik ben niet de enige die daarmee struggelt. Dit is natuurlijk een, best wel een veel voorkomende vraag. Die docenten hebben: van ja, ik wil eigenlijk wel iets met mijn curriculum en ik wil eigenlijk wel iets met mijn ontwerp. Maar ik weet niet goed hoe ik dat moet aanpakken. En je voelt je heel vaak een beetje. Um, uh, hoe zeg je dat? Freeze of zo. Je, je, zodra het daarover gaat, dan denk je: Oké, okay, ja, goed punt. Maar kunnen we nu iets anders doen? Omdat het gewoon ja, zo moeilijk is en zo groot. En heb je er niet genoeg tijd voor? En dan word je weer opgeslokt door allerlei praktische organisatorische dingen. En dan stel je dit weer uit. En ja, dit, dit, nou ja. Dus daarom dacht ik: Dit is misschien wel een tof doorloopje om te behandelen. Omdat ze hier toch wel vijf hele goede stappen of hele goede dingen aanbieden. Hoe je daarmee aan de slag kan gaan als docent. Ja. Ja, dus het idee van dit doorloopje is dat, uh, ja, waar we naar op zoek zijn natuurlijk, is dat leerlingen een, of studenten een diep geworteld begrip ontwikkelen. En dat een diep geworteld begrip is altijd, uh, ja, een, uh, uh, dat, 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 dat zijn ervaringen, kennis en vaardigheden die, die heel krachtig aan elkaar verbonden zijn in je langetermijngeheugen. Dat is eigenlijk wat diep geworteld begrip is. Dat is een thema wat ook een aantal keer in het boek terugkomt. En zoiets creëer je natuurlijk alleen maar op het moment dat lesprogramma's ook samenhang hebben. Want op het moment dat je alles als losse feiten gaat aanbieden, ja, dan, dan komt het natuurlijk ook nooit als samenhangend in het hoofd van de leerling of de student terecht. Dus, en dit gaat dan. Uh, Daarover dat je op twee manieren samenhang kunt creëren. Want wat we willen altijd, ja, niemand is tegen samenhang natuurlijk. Ja, jij niet volgens mij en ik ook niet. Nee, heel nee, veel ja. andere mensen, niemand zal zeggen, nee, ik ben eigenlijk voor, voor een onsamenhangend programma. Maar er eentje maken is nog best wel ingewikkeld. Want je moet natuurlijk nadenken over ja, de verticaal. Hè, dus hoe, hoe bouwen onderwerpen nou op, op elkaar voort? Hè, dingen die jij behandelt, maar ook horizontaal. En dat je kijkt bij andere vakken van, ja, wat wordt daar nou eigenlijk behandeld? En wat kan ik daarmee binnen mijn vak? Zodat je ook daar verbindingen gaat leggen. Dus dat is een beetje de insteek van dit doorloopje. Ja, en het, en het leuke vind ik zelf aan, aan dit doorloopje is dat het dus dat ze ook beginnen. Dat is een beetje het spoor waar wij samen op zitten, is dat je moet werken met grote ideeën ja. om samenhang te creëren. Ja. ja, dat is voor geschiedenis ook heel leuk, dat soort vragen. Die, die grote ideeën, maar het kan eigenlijk voor ieder vak. Met zo'n groot idee aan de slag. Dat je eigenlijk probeert fundamentele concepten of vragen die, die, die meer op metaniveau, die eigenlijk allemaal eronder zitten, waar je wel constant mee ja, probeert aan te werken en waar je mee bezig bent, dat je die eens probeert te formuleren en daar uh, zicht op probeert te krijgen. Ja, en dan over leerdoelen gesproken. Hè, dus die, die grote ideeën zijn, zijn een beetje de grotere leerdoelen. Ja. En die zijn vaak wat abstract. Hè? Bijvoorbeeld hè, dat massa's op elkaar afstand uh, op een, massa's op een afstand invloed op elkaar uitoefenen. Hè? Dat is een, een groot idee, wat natuurlijk een aantal keer bij natuurkunde bijvoorbeeld terugkomt, of bij, bij scheikunde. Of, uh, en, ja, en, en dat is iets, een soort begrip. Hè? Eigenlijk staat zo'n groot idee, staat symbool voor een diep gewortelde begrip waarvan je wil dat de leerling of de student dat, dat heeft. He, dus, en en daar, dat is eigenlijk een, al een organisatieprincipe. En dat vind ik heel sterk dat ze dat doen. Want vaak zijn we heel geneigd hè, om als we nadenken over leerdoelen van wat willen we bereiken, denken we allemaal aan een serie, aan allerlei kleine feitjes ja. en dingen, losse vaardigheden, losse ervaringen. Maar we denken niet na nou van ja, en wat, wat is nou het grote idee hierachter? Dat dat, hoor, dat zie je eigenlijk, zie je dat niet terug. Dus dat vind ik vond ik mooi ook wel aan dit doorloopje, wat je hebt uitgekozen. Ja, en dan, en dan krijg je eigenlijk een aantal stappen. Dus je moet het dan eh, ja, allemaal gaan inventariseren. voor, voor een heel jaar. Of voor, eh, of, of voor een periode. of voor je hele opleiding misschien wel. Dat zijn nou alle grote ideeën. En dan ga je kijken van. Nou ja, hoe bouwen dan dingen op elkaar voort? En dan ga je bouwen aan iets wat. Eh, volgens mij in de podcast met Per Ivar. over Hidden Lives of Learners. ook wel over hebben gehad: een spiraalcurriculum. Ja. Het is kort aangestipt. Ja. En er staat ook een mooi plaatje bij van een spiraal. Ja. Dat kunnen jullie allemaal niet zien. Maar het idee is dus, dit dat onderwerpen na een tijdje gewoon weer terugkeren. Dus je bouwt steeds weer voort op iets wat, wat je, waar je eerder aan bent begonnen. Het kan natuurlijk heel simpel als je leert lezen en dan worden de boeken die je leest steeds complexer. Dat is al een voorbeeld van een spiraalcurriculum. Maar bij geschiedenis kan ik me voorstellen, een van de belangrijke dingen, tenminste waar jij het. Altijd over hebt is dat leerlingen oorzaak en gevolg ja. te kunnen benoemen, continuïteit en discontinuïteit, ja. chronologie, allemaal altijd van die terugkerende thema's. En alleen uh, en je, je oefent ook deels dezelfde ja, concepten van continuïteit en discontinuïteit. Dat doe je al in de tweede klas, maar uiteindelijk doe je het ook in de vierde of vijfde klas. Alleen dan, wordt, dan komt het dus terug, maar op steeds grotere stof, of steeds dieper op de stof in. En dat is wel het mooie aan zo'n spiraal, inderdaad. Dat je er dan op terugkomt en dat inzichtelijk maakt. Ja, en dat je dus ook steeds weer zoekt naar de verdieping. Hè, van hoe kan ik nou een volgende verdiepingsslag maken? Hè, nadat we hier al een keer eerder mee bezig zijn geweest. En, en dat vind ik dan een mooie toevoeging in dit doorloopje, is dat je dan dus daarna moet kijken... Wat, wat gebeurt er nou eigenlijk bij mijn collega's... op datzelfde moment? Hè? Dus wat behandelen ze nu bij... Eh, wiskunde, bij Nederlands... bij, eh, bij biologie enzovoort En waar is het logisch... om een goede verbinding te leggen... maar zonder dat het geforceerd is? Hè? Want soms heb je natuurlijk wel van die operaties... op scholen, dan zeggen ze... Je, ja, je moet vakken overstijgend werken... en dan moet je heel geforceerd op zoek naar... een ja, verband wat er niet is of zo. Hè? Dus... Uh, en waar zij zeggen, ja, je moet er wel naar op zoek. Hè, maar zorg er alsjeblieft voor dat je niet heel geforceerd op zoek gaat naar verbindingen als die er niet zijn. Nee. Wel mooi als het lukt, als ze we er wel zijn natuurlijk. René, welke heb jij eigenlijk als laatste uitgekozen? Welk doorloopje heb je nog meer uh, genomineerd om te behandelen in deze podcast? Quantum mechanica observaties. <laughs> Quantum mechanica observaties. Hoe bedoel je? Nou, zo noemde jij het net. Nee, maar, ja. <laughs> ja. Ja, maar dat is alleen maar voor de natuurkundigen <laughs> wellicht. Of andere ja. neurden, want ik kan het niet uitleggen verder. Maar, ja. nou, het, het idee is dit: is dat je, wat je het, het be, dit boek kun je het beste gebruiken met collega's. Dus het is heel leuk om samen met een collega te zitten, doorlopen te pakken. En dan samen te hebben over. Uh, hoe, hoe gaan we het aanpakken? Hoe ga jij dit in je les gebruiken? En dan daarna te evalueren van hoe is dat gegaan. Dat is een beetje het idee van het boek ook. Van doe het niet alleen, maar doe het, doe het met anderen. Maar het lastig is natuurlijk. En ja, heb jij wel eens meegedaan aan het programma van Stichting Leerkracht, dat je bij elkaar lessen gaat bezoeken en zo? Nee, niet veel Stichting, maar ik heb natuurlijk wel lesbezoeken gedaan. Zeker. Oh ja, ja. Maar de moeilijkheid is een beetje bij Stichting Leerkracht zeker, moet je heel vaak bij elkaar op. op op bezoek gaan. En dat is soms een struikelblok, omdat je gewoon daar ja. geen tijd voor hebt of geen tijd voor maakt. Ja, daar ja. komt het eigenlijk op neer. Ja. En bij dit doorloopje is, is het principe eigenlijk van nou, dat is ook helemaal niet zo erg, want lessen worden anders als er iemand bij zit. Dus het is niet, ja, er gaat er veranderen toch iets. Dat is een uitspraak van, uh, van Matt O'Leary. Ja, dus dat is eigenlijk een soort, je hebt je gelijk in, een soort kwantummechanica-principe. De... Dat dingen zich anders gaan gedragen als ze worden geobserveerd. Juist, precies. Ja, en dat is natuurlijk in de les is dat zo. Hè. Je, je weet gewoon, als, als, als je in de les gaat zitten, dan gaan die leerlingen daar toch rekening mee houden. Ja. ja, ja dat is gewoon is niet anders en, en dit doorloop is dan ongeziene observaties oftewel je doet eigenlijk alle stappen hè, van het samen een doorloopje uitkiezen tot nadenken over hoe ga ik het implementeren uh, maar je gaat niet bij elkaar in de les kijken maar je gaat bijvoorbeeld wel dan aan het einde van de dag bespreken hoe het gegaan is dus je, je iemand anders vertelt je dan wat er allemaal gebeurd is maar zonder dat je in de les bent geweest en dan vond ik ja, wel leuk ja dus dat was een leuke, uh, vind ik leuk. En, en ja, zo hebben ze een aantal dingen van ja, hoe moet je die doorlopjes nou toepassen? Hè? Want je kan het natuurlijk overlezen, maar je wilt het natuurlijk ook gebruiken. Ja, zo staan er dan suggesties voor hoe je dat zelf kunt doen, of met een collega kunt doen. Of ja. hoe je zelfs daar een hele professionaliseringscyclus op, op kunt maken. Staat ook uh, in superleuk. De laatste bladzijde genoemd. Dit is wel een hele leuke, ook leuke inderdaad als alternatief. Omdat, nou, lesobservaties zijn inderdaad sowieso organisatorisch moeilijk. Te, van de grond te krijgen. Maar ook om, om rekening te houden met dit principe. Want ik herken dat zeker, we hebben allemaal wel eens een keer iemand in de les gehad. En dan zijn ze altijd niet zo vervelend als ze altijd zijn. En dan baal je altijd. Omdat je wil het liefst zo realistisch mogelijk beeld geven. Of je wil juist feedback op een bepaald onderdeel. En dan gebeurt het niet. Dus uh, wel heel leuk. Omdat dan eigenlijk doe je de voorbereiding helemaal uh, gezamenlijk. Uitvoering doe je zelf en dan de reflectie ook weer gezamenlijk. Heel tof. Ik ga deze uitproberen. Stel nou dat je door ons verhaal of doordat je al door anderen was getipt, dit boek heel graag wil hebben, het boek doorloopjes, dan geven wij vijf gratis exemplaren weg. Maar daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. Ja, tuurlijk. Je krijgt ze niet zomaar. Dus, wat moet je doen? Je maakt een tekening. Waarom? jij graag dit boek wil hebben, waarom jij hiermee aan de slag wil gaan, mag dual coding zijn natuurlijk, als we dan toch even bezig zijn, dual coderen. En je krijgt wel extra punten als je het opstuurt per ja, post. Zeker. Als je het, als je kan het mailen naar uh, info.learn.nl met dubbel L natuurlijk. Ja. En ja, als je het stuurt naar Godfried Bomanstraat 82 in Kudemborg, En ik ben de postcode even kwijt. Maar dan ik nou even... <laughs> Moeten we die zelf erin maar opzoeken. Ja, precies. Dan <laughs> komt u vast wel uit. Dan, uh, uh, ja, dan maak je kans op één van de vijf uh, doorloopjes. En natuurlijk laten we de beste winnen. Hè? Dus we doen niet willekeurig. Als je extra moeite doet, dan maak je meer kans. Ja. Uh, ja. Oké, okay, dus, dus dat is het eerste. Hè? Dus als je het graag wil lezen, dan, dan kan het daar. Ook goed om te weten is, waar ik vorige keer al aan tipte, is dat er een website komt. Uh, doorloopjes.nl, waarop uh, straks heel veel te vinden is. Dat wordt gemaakt in samenwerking met uh, Stichting Leerkracht, uh, Research at Nederland, het lerarencollectief. en ik heb daar zelf natuurlijk ook aan meegewerkt. Dat wordt een website waar je straks uh, samen met je collega's alles gewoon gratis kunt vinden. Dus je vindt daar video's over hoe je die doorloopjes het beste kunt toepassen. Je vindt uh, dus de, de doorloop jezelf zelf vind je daar. En er komt ook een gratis versie voor op je telefoon. Dus als je hem op je telefoon hebt, kun je hem dan hebben. En dan kun je er gewoon doorheen scrollen. En daar hoef je niks voor te betalen. Want uh, ja, Stichting Weerkracht is hier heel enthousiast over. En die geloven ook dat dit uh, een enorme bijdrage kan leveren aan, uh, aan, uh, aan wat leraren doen in de les. Dus, uh, dus dat is hartstikke, hartstikke leuk dat ze dit hebben opgepakt. Ja, en voor wie dan? Het, de papieren versie van het boek wil hebben, of die niet kan wachten tot de website klaar is, want daar uh, gaat nog wel even wat tijd overheen voordat dat allemaal rond is en opgenomen en enzovoorts, kun je gewoon via je, je boekhandel, uh, steun je lokale boekhandel, of uh, via de website van de uitgeverij, of uh, nou ja, kom je vast wel uit, kun je het boek van Doornopis inmiddels bestellen. En uh, ja. En ik, ik hoop uh, nou, dat, uh, dat, dat veel leraren hier ook uh, plezier van gaan hebben. Want ik denk dat het een mooi praktisch boek geworden is. Waar, uh, waar iedereen wel aan kan. Dit was het weer voor deze podcast. Mocht u deze podcast verderen, dan stellen we het op prijs als u zich abonneert via uw favoriete podcastdienst of via YouTube. U kunt zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief op www.learn.nl met dubbel L en dan krijgt u meteen 50% korting op één van onze cursussen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kunt u ons mailen op info@learn.nl. Dank u wel voor het luisteren en tot de volgende keer.